Ik heb wat nieuws gehad. Dat zijn deze Oreo-strips, maar dan van houtskool. Goedemorgen, het is woensdag. Opstaan was zwaar vandaag. Maar hoe zit het? En snel nog even mijn ontbijt deel 1. En dan naar school. En hierna nog 2 dagen. Ah, dan kom je me lief knuffelen. Dat is wel heel fijn. Kom eens kijken. Nog wat voor de kinderen. Oh, heb je een vlecht in je haar gedaan? Ja, een echte roze haar. Wow. Ik heb een roze haar gekregen van papa. Wauw. En dan is er een steentje erbij. En eronder zit mijn haar. Nou, helemaal geweldig. Hier thuis. Chantal komt zo even een bakje thee doen. Even gezellig. Ik heb een gezellige dag. Ik heb zo'n behoefte aan die vakantie. Ik blijf het zeggen. Ik ben echt aan het aftellen. Sarah zou het volgens mij nog weken volhouden. Mama is klaar. Het was heel gezellig net en ik heb wat nieuws gehad. Dat zijn deze Oreo-strips, maar dan van houtskool. Heb ik nog nooit eerder geprobeerd. Dus die ga ik proberen. Ik begin altijd wel even eerst met scrubben. En dat doe ik tegenwoordig met baking soda. Dat heb ik geprobeerd. Dat is wel goed naspoelen, omdat het anders wat harder voor je huid kan zijn. Maar let's do this! Zo, ik heb het scrubben nu goed gedaan. Mijn huid vochtig gehouden voor de strips. Heel erg benieuwd hoe het dan mijn houtskool. Gewone gebruik ik wel vaak. Dat laat ik eigenlijk nooit zien. Ik heb hem niet open. Deze zien er dus zo uit. Ik heb geen foundation op hier, dus ik kan hem ondanks mijn make-up gewoon opplakken. Nou, nu heel even in laten trekken, in laten werken, hoe je het ook noemt. Dan ben ik zo weer bij jullie terug. Nou, de strip zit er zo'n 20 minuten op. Hij is ook helemaal hard geworden. Ik moet zeggen, of het is toeval, maar ik vind deze minder trekkerig voelen. Hij voelt wat zachter. Benieuwd naar het resultaat als ik hem eraf haal. Dus dat ga ik nu doen. Altijd goed uit strak trekken en van onder naar boven. Het pakt wel heel veel volgens mij. Ik vind het altijd zo fijn als dit eraf is. Je ziet het heel anders op zo'n strip. Ik denk niet dat je het goed op de camera. Als je het niet wil zien, moet je maar wegkijken nu. Ik denk niet dat je het heel goed in beeld kan zien. Hij glimt heel erg. Maar als ik naar mijn neus kijk, hij is echt wel heel glad en zacht nu. Ik moet zeggen dat deze eigenlijk, normaal vind ik bij die witte, dat die een beetje restjes achterlaat. En bij deze zie ik dat dus eigenlijk helemaal niet. Rood spiegel. Ja, ik vind hem top. Ik vind dat zo grappig om te kijken. Het was niet heel erg. Ja, leuk. Ik vind ze dus aanraders. Sarah is uit school en we gaan naar ballet. Kijk, les vandaag. Mega leuk. Alleen het is zo heet in de auto. Eerst schoenen om, dan deur dicht. Oh, er zit een beest. Airco aan.
Ik ben wel heel benieuwd om weer te kijken. Het is echt een tijd geleden. Waar zit een beest? Hier, bij mijn versnellingsspook. Een of andere... Ja, zo'n stille, lange vlieg. Ik weet niet hoe die heet. Zo leuk die kijkles. Ik heb er zo van genoten. En ik vind het Sarah ook heel erg vooruit. Nee, ik heb ervan genoten. Het is al geweest. Ik ga ervan genieten of ik heb ervan genoten. Nu snel naar de bouwmarkt. Ik heb wat dingetjes nodig in de tuin. Hopelijk dat het allemaal lukt. Ik zal daar echt moeten kijken of het er is wat ik wil. Oh. Warm in de auto. En het wordt volgende week met de vakantie echt eindelijk weer echt lekker weer. En dan kan ik mijn nieuwe jurk gaan doen. Ja, je kan je nieuwe kleertjes allemaal aan en zo. Echt mega fijn. Oh, misschien kan je morgen je nieuwe jurk al naar school aan. Vind je dat leuk? Ja. Ja, gaan we dat doen. Dat had ik van plan. Nou, helemaal geweldig. Ik ook. Of misschien wel de spin. Op vrijdag, ja dat kan ook. Moet je even kijken wat je liever wil. Ik wil dan toe op vrijdag. Op vrijdag. Ja, en dan mag je ook je speelgoed mee naar school. Nou, hoe geweldig is dat? Maar dan mag ik wel een rondje rijden. Ja. Dan mag je je outfit laten zien, hè? Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar dan doe ik mijn vlinderslippertjes eronder. Ik zou de witte die je nu aan hebt eronder doen. Die zijn wel mooier erbij. Die maken je outfit wel meer af. Want je jurk is pastel. En die vlinderslippers, sandalen, die zijn best wel harde kleuren. Moet je maar thuis even allebei naast je jurk houden. Dan kan je kijken welke het beste staan. Zie je nog iets moois? Ja, die vind je mooi. Die lijkt wel een beetje op de kleur die je net had gepakt. We hebben vandaag allemaal leuke kleurstaaltjes gehaald. Ja, die kleuren zijn zo niet echt heel goed te zien. Denk ik. Het zijn blauw, paars en groen kleurtjes. Maar ze lijken heel anders op het scherm. Dan moet ik eigenlijk mijn daglicht laten zien. Maar dat was ik net vergeten. Want ik wil echt dingen anders in huis. Maar ik wil ook verhuizen. En ik weet het even niet meer. Maar goed, niet boeiend verder. Nu even editen. En dan zo meteen slapen. Oh ja, en nog eten. Altijd eten. Ik ga lekker slapen. Tot morgen.